Hey, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik weer een leuke nail art. Helemaal geïnspireerd op spinnen en spiders. Ik heb namelijk nail arts gemaakt met spinnen, spinnenwebben, gewoon verschillende stempels dus met spinnetjes. En ik heb ook weer de spider gel gebruikt. Dus het is helemaal in het spider thema. Ik heb verschillende leuke combi's gemaakt. En ik ga je in deze video weer twee verschillende voorbeeldjes laten zien. Ik heb al deze nail art een beetje op dezelfde manier gemaakt. Ik heb met rood en zwart als ondergrond gewerkt. Ik heb er weer rode folies overheen gedaan van Moira. Ik heb de spider gel van Moira gebruikt. Twee gel polishes van Luxio, die ga ik je zo meteen laten zien. En ik heb ook twee stempelplaten van Moira gebruikt. Alle producten die ik in deze video laat zien zijn allemaal verkrijgbaar via monai.be. Een linkje van die webshop staat onder deze video. En voordat we verder gaan, doe alvast je duimpje omhoog als je deze video leuk vindt. En als je nieuwsgierig bent naar deze nail arts. En dan gaan we nu snel beginnen. Ik heb hier al twee voorbeeldnageltjes klaarstaan. Dit is Virtue, dat is die mooie rode kleur van Luxio. Een hele mooie gel polish. Ik vind het echt een heel mooi rood kleurtje. Perfect natuurlijk straks ook voor de feestdagen, voor kerst. Maar ook voor deze nail art was het precies de kleur die ik in gedachten had. Een mooie felrode kleur. Nou, dit is dus het tweede laagje. Deze hard ik uit in de lamp. En dan heb ik hier Nightfall. En dat is een mooie zwarte kleur van Luxio. Die is echt heel mooi zwart. Mooi goed gepigmenteerd. Die gebruik ik heel vaak als een basiskleur voor een nail art. En ook hiervan breng ik nu het tweede laagje aan. En deze mag ook uitharden in de lamp. Voor deze nail art ga ik weer een mooie folie gebruiken. Dit is de rode folie van Moira. Volgens mij is dit nummer 3. Dit is echt een hele fijne folie. Hij is heel flexibel. Blijft ook heel goed op de plaklaag plakken. Ik ga namelijk zometeen op de rode en op de zwarte nagel deze folie aanbrengen. En bij de zwarte nagel ga ik nog de foil gel black van Moira aanbrengen. Dit is een extra laagje. Gewoon een zwarte gel. En die zorgt ervoor dat de folies extra goed blijven plakken. Bij die rode kleur ga ik dat niet doen. Want ik heb geen rode folie gel. En ik heb ook geen doorschijnende van Moira. Volgens mij is die er wel. Dan zul je het verschil kunnen zien. Op zich blijft die folie wel heel goed plakken. Ook gewoon op die rode kleur. Alleen die rode gel polish is dan net een beetje meer glibberig. De folie blijft wel gewoon goed zitten. Maar je zult wel zien dat het misschien een klein beetje afgeeft. En als je dus die zwarte gel van tevoren aanbrengt. Dus die ga ik nu aanbrengen over die zwarte nagel. Gewoon één dun laagje. En dat zorgt ervoor dat er echt een hele goede plaklaag ontstaat voor die folie. Dus voor die zwarte ga ik dat zeker wel doen. Want ik vind het zelf wel net iets fijner om op zo'n foliegel de folie aan te brengen. Maar op die gewone rode kleur kan het ook prima. Dit hard ik weer uit in de lamp. Ik knip even die folie in twee stukken. De ene voor de rode, de andere voor de zwarte. Ik verkreukel hem een klein beetje. Jullie weten inmiddels waarom ik dat doe, hè. Dan heb ik niet van die grote vlakken erop. En nu zul je waarschijnlijk wel zien, ik ga hem nu op die rode aanbrengen, dat hij een klein beetje glibberig is. Dat valt mee. Ja, je ziet hier op de achterkant dan nog een klein beetje die restjes van die rode gel polish. En dat komt vaak omdat dan, dat er nog gewoon een laagje op die gel polish zit. En soms kan het daardoor komen dat de folie niet goed blijft plakken. Maar omdat die folie van Moira zo flexibel en dun is, heb ik er daar eigenlijk bijna nooit problemen mee. Dus op zich doet hij het prima. Alleen, ja, je merkt gewoon dat hij iets plakkeriger is. Maar goed, hier zitten de folies nu op. Ga ik zo meteen een topcoat overheen doen. Dan zie je helemaal mooi het effect. En dan gaan we nu door met die zwarte. Hier zit dus die zwarte foliegel op. Ja, hoorde je dat? Je voelt ook echt dat hij veel plakkeriger is. En dat hij eigenlijk niet echt afgeeft. Net zoals bij die rode. Dus ja, ik vind het zelf iets fijner werken. Maar heb je nou niet die foliegel, dan kun je het ook gewoon op de gel polish gewoon proberen. Nu breng ik over beide nagels een matte topcoat aan. Vind ik altijd fijn om daar overheen te stempelen. En dan zie je dadelijk ook mooi dat effect met die spider gel. Hij wordt nu een beetje glanzend, dus dan zie je ook meteen dat effect. Maar dit wordt dus even een extra laagje matte topcoat. Deze hard ik uit in de lamp. En dat doe ik met deze rode ook. Oeh, kijk, dan zie je ook echt mooi die glans. Heel mooi. Uiteindelijk wordt het gewoon een glanzende nail art, dus ik ga er geen matte topcoat overheen doen. Maar om overheen te stempelen vind ik dat wel fijn. En ook deze gaat nu in de lamp. Ik heb voor deze nail art twee verschillende stempelplaten van Moira gebruikt. De labyrinthplaat nummer 7. Dit was een van de eerste platen die ik van Moira had.
En hier staan allerlei verschillende patroontjes op. Maar hier staan onder andere ook hele mooie spinnenwebben op. Ik vind dit een heel leuk patroontje. En die heb ik hier gebruikt met die witte stempel. Dus ik heb hier dat spinnenwebje met wit gestempeld. Vind ik heel erg leuk. Dus dit vind ik een hele mooie. En ik heb ook de Fall in Love plaat gebruikt. En dat is plaat nummer 83. Die is van vorig jaar. Deze heb ik vorig jaar heel veel gebruikt voor de herfst nail art en de Halloween nail art. Hier staan allemaal verschillende spinnenwebben op. Verschillende spinnetjes hangen er ook onder. Nog leuke Halloween dingen, leuke teksten met Halloween. Dus ja, dit vond ik ook een hele leuke plaat. Dus als je deze hebt, kun je die ook prima gebruiken. En het ging er mij dus gewoon om dat ik een aantal verschillende spinnenwebben en spinnetjes erop kon zetten. Ik ga nu op deze twee nagels twee verschillende nail arts maken. Ik vind ze nu echt al super mooi. Ik vind ook die matte topcoat over die folies echt geweldig. Deze is ook heel mooi met dat zwart en dan dat rood eroverheen. En deze vind ik ook heel leuk. Dus ik vind dit zo al een super mooie combi. Dus je kan ook zeker wel één of twee van zulke nagels erbij doen. Als je alles een beetje leuk met elkaar wilt combineren. Ik ga sowieso deze middelste nagel laten zien. Dat heb ik gedaan op zo'n zwarte nagel met rode folie. En daaroverheen heb ik dan die spijdergel aangebracht. Ja, ik denk dat ik sowieso deze ga maken dan. En ik denk dat ik ook zoiets nog ga doen met zo'n spinnenweb en met zo'n tekst. Dus ik ga er twee verschillende voorbeeldjes van maken. Ik begin met die rode. Ik ga daar iets overheen stempelen. Ik pak die Fall in Love stempelplaat en ik wil dit spinnenwebje met die spin erop gaan stempelen. Dat doe ik met de zwarte stempellak van Moira. Nou, jullie weten inmiddels wel hoe ik stempel. Ik breng de stempellak aan op de plaat. Ik ga er met de schraper overheen. Pak hem op met mijn stemper. En dan duw ik hem hier zo mooi in die hoek. Kijk hoe die er goed op past. Zo. Dan staat het spinnetje er ook leuk op zo. Ik vind het echt heel erg leuk eruit zien. Zo mooi die spinnenweb in die hoek. En dat spinnetje wat er dan leuk aan hangt. Dan ga ik sowieso hieronder ook nog van die spijdergel aanbrengen. En ja, eigenlijk wilde ik daar nog een tekst doen. Maar ik denk dat ik het niet ga doen. Dan wordt het allemaal heel dicht op elkaar. Ik ga nu gewoon eerst verder met de spijdergel. En dan kijken we wel eventjes wat we ervan gaan maken. Nee, ik heb ondertussen toch besloten dat ik hier even zo'n wit vlekje op ga maken. Om daar die tekst op te doen. Dat doe ik met de buttercream van Light Elegance. Gewoon de witte. Dat is eigenlijk een soort paint gel. Kun je heel makkelijk lijntjes mee tekenen of van die vlekjes. En dan ga ik hier een wit vlekje maken. Ga ik zo meteen toch zo'n tekst opzetten. En ik denk dat ik er dan nog een klein beetje van die spijdergel overheen laat lopen. Dus ik denk dat het zoiets gaat worden. Dus ik breng hier dat vlekje aan. Ik weet ook nog niet precies welke tekst ik ga gebruiken. Dus ik hoop dat ik hem groot genoeg maak. Dat het er in ieder geval op past. Even kijken. Oh ja, er staan een aantal verschillende op. Misschien dat ik hem nog net ietsje groter moet maken. Want ik weet niet zeker of het past. Zo. En dan hard ik dit alvast uit in de lamp. Dan ga ik ondertussen op die andere nagel verder met die spijdergel. Ik heb hier wit en zwart van Moira. Ik heb ze al één keer eerder in een video laten zien. Toen had ik die roosjes nail art gemaakt. Ik heb daar heel veel leuke reacties op gekregen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik die spijdergel toch eigenlijk stiekem wel heel leuk vond. Dus ik had echt alweer zin om er weer een nieuwe nail art mee te gaan maken. Ik pak even mijn dotting tool erbij. En ik leg er voor de zekerheid even een doekje onder. Want het is altijd zo'n gerommel met die spijdergel. En ik ga nu heel de nagel bedekken met die streepjes. Ik had het zomaar even een beetje uitgeprobeerd hier op deze nagel. Maar ik vond dat er toch echt wel heel erg leuk uitzien. Ik ben eerst begonnen met zwart. Want ik wilde eigenlijk alleen zwart doen. Maar dat zie je iets minder goed. Dus uiteindelijk heb ik ook besloten om er wat wit overheen te doen. En ik vond dat wel echt heel mooi. Dus ik ga nu gewoon allemaal van die lijntjes trekken. Zo over die nagel heen. Dus je moet even voorzichtig doen. Want je wil ook niet al te dikke strepen hebben. Maar je wilt wel een aantal van die leuke streepjes erop krijgen. Dus je moet eventjes geduld hebben. Een aantal keer eroverheen gaan. Dus kijk even wat je mooi vindt. Of je meerdere lijntjes over elkaar wilt. En of je ze wat dikker of wat dunner wilt. Dus je kan dit al wel zien. En ik denk als je hier gewoon de topcoat overheen doet. Dat het dan echt wel zichtbaar is. Maar ik vind het wel mooier ook nog met die witte erbij. Oh, wat een geklieder, hè. Alles zit alweer onder. Ik heb het trouwens nog steeds niet bij klanten uitgeprobeerd.
Jullie gaven me wel tips de vorige keer in die andere video. Daaronder, dus dat vond ik wel heel erg leuk. Maar ja, ik durf hier denk ik nog niet aan te beginnen bij mijn klanten. Even kijken hoor, of ik het zo nog een beetje kan doen. Nou, zo is bijna de hele nagel wel bedekt. Zo vind ik het eigenlijk wel prima. Dit hard ik nu uit in de lamp. En dan gaan we er zo meteen nog overheen met die witte spijdergel. Dan doe ik nu hetzelfde met die witte spijdergel. Alleen deze ga ik wel iets voorzichtiger doen. Want dat wit gaat wel wat meer opvallen. Dus dit wil je er wel echt mooi netjes bovenop hebben. Kijk, bij die zwarte had ik hier en daar wat dikkere streepjes die ik eigenlijk iets minder mooi vind. Maar omdat die toch op de achtergrond liggen, op de ondergrond, is het niet zo erg. Maar deze witte die liggen natuurlijk bovenop. Die liggen goed in het zicht. Dus nu wil je wel echt even voorzichtig te werk gaan. Dat het echt wel mooie lijntjes zijn. Zo, dus die kunnen er iets fijner overheen. En die vallen dan ook mooi op over dat zwart en dat rood. Ja, ik vind dit er al echt super mooi uitzien zo. Hier in het puntje wil ik er nog een paar. Ja, dat het mooi zo in dat puntje doorloopt. Hier moet ik even voorzichtig zijn, want... Hier heb ik natuurlijk dat dingetje vast wat eronder zit. Dus ik kan er niet zo goed omheen draaien. Dus ik ga dit even voorzichtig doen. Want als je alle lijntjes vanuit één kant doet, dan ziet het er natuurlijk allemaal een beetje hetzelfde uit. Ik heb het idee als ik de nagel draai, dat dan de streepjes een beetje net anders lopen. Ik ga even kijken of het lukt hoor. Ja, dan ga ik toch meer met een boogje omhoog. Dus ik ga het even proberen zo te doen. Dan lopen alle lijntjes een beetje dezelfde kant op. Vind ik net iets mooier. Dus even voorzichtig eroverheen. Dan draai ik er maar niet te veel omheen. Even kijken hoor, want ik moet hier nu aan de bovenkant nog zijn. Ik het zo proberen. Of het lukt. Kunnen jullie het goed zien? Wat een priegelwerkje, hè? Ja, ik vind dit toch eigenlijk wel heel leuk, hoor. Ik heb inmiddels nog meer nailarts opgezocht met die spijdergel. Dus ik wil er toch nog wel wat meer voorbeeldjes mee gaan maken. En voor zo'n nagelvoorbeeldje vind ik het wel heel leuk. Maar ik hoop alleen niet dat mijn klanten erom vragen. Oké, nou, ik denk dat ik zo wel tevreden ben. Zo vind ik hem echt wel heel erg mooi. Dit ga ik nu even uitharden in de lamp. Dan heb ik hier die andere nagel met die witte vlek erop. Ik heb daar even een matte topcoat overheen gedaan, zodat ik hier weer overheen kan gaan stempelen. En nu wil ik eigenlijk een tekst. Dus hier staat ook Halloween. Hier staat Happy Halloween. Hier ook. Dus ik ga even kijken welke er het mooiste op past. Ik ga voor deze. Ik ga die proberen. En ik ga hem ook weer stempelen met die zwarte stempellak. Dus ik hoop dat hij erop past. Ik ga er weer overheen met de schaper. Ik pak hem op. Ik haal het overtollige gauw weg met mijn duim. En dan probeer ik hem precies... Oh, dat past wel. Ja, past mooi hier in dat rondje. Zo. Yes, helemaal leuk. En dan ga ik hieronder nog wat van die spijdergel streepjes doen. Dat ga ik eigenlijk precies op diezelfde manier doen als dat ik net gedaan heb bij die andere nagel. Alleen dan hier wat meer in dat puntje. En ik denk dat ik hem wel ietsje over dat... rondje laat lopen. Dan is het net dat rondje daar een beetje onder die spijdergel vandaan komt. Geeft wel een mooi effect. Dus hier draai ik weer wat van die zwarte spijdergel omheen. Ja, het ziet er zo wel heel simpel uit, hè. Ik heb ook echt een aantal video's bekeken. Zo, dit hard ik even uit in de lamp en dan gaan er daarna nog wat van die witte streepjes overheen. En datzelfde herhaal ik dus met de witte spijdergel. Die doe ik ook weer heel voorzichtig. Een beetje fijne lijntjes van dat wit eroverheen. Dat het niet te dik is. En ik vind die combi van dat zwart, wit en rood vind ik wel heel mooi bij elkaar. Doet je toch meteen wel een beetje denken aan dat Halloween. En ik vond het gewoon leuk om spijdergel te combineren met spinnen en spinnenwebben.
Ik ben heel benieuwd wat jullie van deze nail art vinden of van het thema. Doe alvast je duimpje omhoog als je de video leuk vindt of als je het nog niet gedaan had. Zo. Ik vind hem echt super leuk zo. Ik vind het heel leuk dat dat spijdergel zo mooi in die punt loopt. Dit mag ook even uitharden in de lamp. Dan doe ik de topcoat eroverheen en dan laat ik je zo meteen het eindresultaat zien. En dit zijn de twee nagels die ik dus net gemaakt heb met de glanzende topcoat eroverheen. Ik vind ze echt super mooi. Ik vind ze echt heel erg leuk en ze kunnen natuurlijk perfect bij elkaar. En zeker omdat die streepjes ook zo leuk terugkomen. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat het zeker even weten bij de reacties hieronder. Welke van deze combi's vind je het mooiste en wat vind jij van de spider gel? Vind je dit een leuke Halloween combi en heb jij ook al Halloween nagels mogen maken? Laat het allemaal even weten bij de reacties hieronder. Ik wil je natuurlijk weer heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je de video leuk vond en dat je je duimpje omhoog gedaan hebt. Vergeet je ook niet te abonneren op mijn kanaal. Dat is gewoon gratis en dan ben je altijd als eerste op de hoogte van mijn nieuwste video's. Superleuk dat je helemaal tot het einde hebt blijven kijken. En ik zie je heel snel weer in de volgende video.